Om onrust te voorkomen is de locatie nog niet officieel bekendgemaakt. Maar er is nu al ophef over een project voor tiny houses in Tiel. Wat is er precies aan de hand? Commotie, kun je het noemen? Ik noem het storm in een glas water, want er is eigenlijk niets aan de hand. Wat is het geval? Wij zijn met Tiny Houses Tiel, waar ik zo'n beetje voorvrouw van mag zijn, zijn wij bezig met de gemeente samen om een project Tiny Houses in Tiel te starten. Daarvoor hebben we een aantal locaties op het oog, waarvan die hier achter ligt er eentje is. En nou blijkt dus dat er in de buurt een paar mensen zijn die daar erg van geschrokken zijn. Omdat dat gerucht zich verspreidt en niemand weet precies wat er aan de hand is. De bedoeling is dat de raad eerst een besluit gaat nemen over een locatie. Daarna gaan wij meteen als eerste met de buurt waar die locatie is in gesprek. Om vragen te beantwoorden, om eventuele onzekerheden weg te nemen. Om te zorgen dat de buurt ook achter het project kan staan en dat we het samen kunnen dragen. Zodat we gezamenlijk iets moois van kunnen maken. Het idee van tiny houses is om zo ecologisch en duurzaam mogelijk op een klein oppervlakte te leven en zo veel mogelijk zelfvoorzienend te zijn voor wat betreft de nutsvoorzieningen, zeg maar. Het voorstel is om het project te realiseren met een tijdelijke vergunning voor maximaal 10 jaar. Dat is dezelfde procedure als waarmee de gemeente de Skevehuizen van het project Anders Wonen aan de Reuglindaan wilde neerzetten. Na fel protest is Anders Wonen voorlopig van de baan. Om een debakel als dit te voorkomen is afgesproken om achter de schermen eerst in overleg met buurtbewoners te treden over de tiny houses. Er zijn nog meerdere plekken in Tiel waar niks mee gebeurt, zeg maar. En waar eventueel hartstikke mooi een locatie zou zijn voor een aantal tiny houses. Dus die lijst moeten we dan gewoon met de gemeente, dat gaat de gemeente ook doen. Die lijst afwerken als het ware. En kijken wat is de meest geschikte locatie om dit project goed van de grond te laten komen.